Beter. Als jullie luisteren, komt alles helemaal in orde. Want wij hebben het overzicht en alles onder controle. Goed zo. Mama. Ik ben homoseksueel, man. Doe niet zo gek, je doet gek. Wat? Nou geen huis, nu je vrouw. Je moet slapen, geen hele telefoon spreken. Mam. We zijn uitgepraat. En drinken is een zonde. Een zonde, zo heb je niet opgevoed. En dat je je echt, echt kut voelt? Mijn vriendin is zo'n bonbonnetje. En wie is jouw vriendin? Dit is Grace. Vroeger was ze lesbisch, maar nu is ze weer helemaal beter. Zeg, klinicoon, ik ben in gesprek. Waar is verdomme die kutdokter? Het gaat allemaal fantastisch. Je zou eens naar buiten moeten. Oh, ik zie dat je nog wat thee wil. Nee, ik wil geen thee. Ik wil dood. Dus jij wilt dood? Ja? Oké, is goed. Sterfkring. Ja, stel nou eens dat ik dood zou gaan. Ja, maar stel, waaraan zou je dan doodgaan? Eet! Eet! Wat? Eet! Nee, niet dan eet! Nee! Ik had niet verwacht dat het zo goed was. Echt niet. Want ik dacht van, ja, ik heb wel eens vaker zo'n voorstelling gezien die is scholieren gemaakt. Die zijn dan, meestal is het ja met heel veel goede bedoelingen, maar het was echt, het zat vaart in, het was grappig, er zat afwisseling in, het was ontroerend. Ik kan alleen maar zeggen, fantastisch, ik ben echt onder de indruk. Dankjewel. Ja, voor ons zoals in het theater zeggen, petje af. En geniet van je succes. Allemaal in de kring, klaar om vanmiddag elkaar te werken en vanavond de voorstelling te gaan zien. En we hebben er heel veel zin in en we hopen jullie ook. En wij denken alleen maar 1, 2, 3, zwemmen! En dan nu krijgen jullie een hele speciale preview, sneak preview te zien op de voorstelling die jullie morgen of overmorgen gaan kijken. Ik wil Louis, waar is mijn vriendje? Godverdomme, ik ga dood. Ik ga dood, waar is Louis? Maar heb je wel eens gehad dat je zelf te veel emotioneel in je rol kwam of zo? Dat je echt... Nee? Nee, maar ja, dat is, zo zit ik niet in elkaar. Er zijn ook acteurs die daar wel last van hebben. Dus het ligt ook maar net hoe je persoonlijk bent. Ik heb er eerder last van dat ik te afstandelijk ben. Dus ik vind het altijd moeilijk om mezelf echt helemaal in een rol te geven. Dat is altijd mijn strijd als acteur, is altijd weer om het net wat verder te gaan dan. Ik hou wat meer afstand. Ja. Dus dat is mijn zwakte als acteur. Maar het is ook weer makkelijk, omdat ik niet zo snel in de war raak. Maar soms zou het wel weer goed zijn om een beetje in de war te raken van een rol. Dus ik heb wel collega's die daar helemaal in gaan. En dat is fantastisch. I took a trip down to America. You trade some beads for a pint of gold. I took a trip down to America.
waarschijnlijk het beste stuk wat ik tot nu toe gezien heb samen met films. Ja, ik vond het ook heel erg leuk. Ik vond het ook heel leuk omdat wij natuurlijk ook dat stuk hebben een beetje gedaan, zeg maar. Dan hoor je gewoon teksten die terugkomen, zeg maar. Het is heel erg leuk om te zien. Ja, het was gewoon echt een prachtig stuk. Ik heb heel veel gelachen en ik heb gewoon geen enkel moment. Heel vaak heb ik bij een lange voorstelling, want het is wel een lange voorstelling, heb ik wel een moment waarin ik denk van ja, oké, weet je. Maar bij dit stuk echt totaal niet. Ik heb gewoon geen moment gedacht van mag wel even wat sneller of helemaal niet. Gewoon echt super stuk. Ik vond het vooral heel leuk om dingen te herkennen die wij zelf ook hebben gespeeld, scènes. En om te kijken hoe die nou echt, zeg maar, de echte Angels in Amerika, hoe zij het spelen en zo. Dat vond ik vooral heel erg leuk. Ik vond het heel leuk voor ze. Vooral dat het, zeg maar, terugkwam in ons toneelstuk. Ja, in het Schouwburg inderdaad. Sommige teksten hadden wij zoiets van, hé, die kennen wij ook. En dan gingen we ze helemaal mee zeggen. Ik vond het wel echt dat we in een echte theater mochten optreden. En ik heb heel veel geleerd om te acteren. Zo. Eerst vond ik het heel moeilijk om meer, zeg maar, emoties, de bepaalde emoties goed uit te drukken en zo. Ik ben blij dat we een kwalitatief hoogstaande voorstelling wel hebben gemaakt die echt van die leerlingen is. Uitgekomen van die leerlingen. En het belangrijkste denk ik dat het een, nou, dat ze veel zelfverzekerder zijn geworden hierdoor. Ja, ik vond het wel een hele bijzondere ervaring. En ik wil volgend jaar zeker weer meedoen als het kan. America, America. Come on people, don't you look so down. You know the rain man's coming to town. And change your weather. And it'll teach you how to find yourself.